In het verre Sochi heeft Nederland het heel erg goed gedaan. We hebben bronzen, zilver en gouden medailles gewonnen. Maar ook dichter bij huis worden enorme prestaties neergezet. En vandaar dat ik vandaag in Maden ben bij de Albert Heijn van Twan Vermeel. In het kader van de beste supermarkt van Nederland wedstrijd. Twan, dat klopt, je staat in de finale van de beste supermarkt. Ja, we zijn finalist van de supermarkt van het jaarverkiezing. Dat is een wedstrijd die is 1 keer in de 2 jaar. En in totaal zijn er 2500 supermarkten in heel Nederland met deze grootte ongeveer. En wij zitten bij de laatste 15. En dan gaat het over Albert Heijn's of gaat het over ook de Jumbo's en de C1000's enzovoort? En het gaat ook over andere formules. Dus Jumbo Plus, MT, C1000 en Albert Heijn. En van die 2500 staan jullie met dat supermarktje hier in Maden in de finale? Ja, met dit mooie winkeltje staan wij in de finale, ja. Mevrouw, goedemiddag. Wij zijn van Omroep Drimmelen en wij zijn hier een beetje aan het kijken wat de reacties is van de klanten op het feit dat deze vestiging genomineerd is als een van de beste in Nederland. En wat vindt u daarvan als klant? Ja, het is gewoon heel gezellig. Alle mensen zijn vriendelijk en het is allemaal schoon. Het is, nou ja, ik kan alleen maar zeggen super. Dat hebben we toch heel erg goed geregeld natuurlijk. Ja, maar dat is niet zomaar, denk ik. Daar heb je wel iets voor moeten doen. Kun je eens vertellen wat jullie als team, want dat doe jij niet alleen, hebt moeten doen om daar zo ver te komen? Nou, we hebben samen met de medewerkers ervoor moeten zorgen dat de winkel klopt. Dat die schoon is, dat de vakken vol zijn en dat de medewerkers vriendelijk zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U lijkt mij een trouwe bezoeker van deze winkel. Dat klopt, ja. En nou is deze winkel genomineerd als zijnde een van de betere, misschien wel de beste. Bent u het daarmee eens? Dat zijn de basisvoorwaarden. Daarnaast hebben we een onaangekondigd bezoek gekregen van een jury die gekeken heeft naar het personeelsbeleid. Van joh, wat is hier allemaal mogelijk? Zijn er opleidingen mogelijk, et cetera? Er is een onaangekondigd bezoek geweest van een consumentenbus. Dus er kwam er ineens een bus voor rijden en dan kwamen er 30 tot 40 klanten ineens onze winkel beoordelen. Dat was ook heel leuk. Dames, jullie hebben de wagen volgeladen met van alles en nog wat. En waarom in deze winkel? Omdat wij dit zelf een hele fijne winkel vinden om te winkelen. En het personeel, kun je daar een beetje mee door de bocht komen? Ja, heel goed. We hebben een onaangekondigd bezoek gekregen van gewoon een vakjury. Die dus inderdaad ging kijken of er niks over code was, et cetera. Of de winkel ook echt klopte, of die er mooi uitzag. En we hebben een keer een aangekondigd bezoek gekregen van een vakjury van 6 mensen. Directieleden van verschillende formules. En oud-directieleden. Die hebben eerst de winkel bekeken. En ja, of het klopt. Die hebben klanten geïnterviewd. Die hebben medewerkers geïnterviewd. En daarna mochten wij een presentatie geven. En dan gaan ze ook echt dieper op de materie in. Dus de cijfers, et cetera. En ja, noem maar op. En dat alles als input voor die uiteindelijke eindronde. Wanneer is de uitslag of hoe gaat dat? De uitslag is 29 maart. Dus dat duurt nog even. We moeten nog even een paar dagjes slapen. Maar dan mogen we met alle medewerkers mogen we naar een groot feest in Amersfoort. En daar wordt bekendgemaakt wie dan de beste supermarkt van Nederland is. Het is van dit jaar, hè, natuurlijk. Ja. Ja. Dat betekent wel dat je heel erg goed bezig bent. Want je hebt al een keer de beste Albert Heijn gehad. Of 2 keer zelfs op rij. En ja, dan nu mogelijk dit. Ja. Twan, waar stopt het? Was het volgende? Ja, we gaan nu roepen en roepen we al de kantine. Nee, ja, waar stopt het? Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat we iedere keer weer dit presteren. En daar zijn we ook bijzonder trots op. En ja, proberen ook samen met onze medewerkers om iedere keer de lat toch weer een beetje hoger te leggen. Dat lijkt me het lastigste. Hè? Een keer winnen is leuk. Ja. 2 keer winnen gaat ook nog wel, maar dan daar blijven. Ik hoor je heel veel over je medewerkers praten. Is dat in jouw optiek, zijn dat de mensen die het eigenlijk voor jou winnen, zeg maar? Ja, die doen het. Die doen het echt. En we doen het met z'n allen en dat roepen we altijd. En we proberen ook de mensen gewoon ja, daar heel erg enthousiast in te houden. En dat is gewoon, ja, dat werkt ontzettend goed. Nou, dan hoop ik dat je dat kunt blijven doen, want ik kom jezelf ook graag winkelen. Wij gaan nog eens even de winkel in, eens even kijken of de klant er hetzelfde over denkt als jij. Dus als het dan nu zou liggen, zouden ze de eerste worden? Zeker weten, 100%. Het personeel is altijd heel gezellig en alles is wel op voorraad. Dus, u voelt zich hier thuis en wat dat betreft mogen ze winnen? Van mij wel, ja. Zeker weten. Als ze zouden kunnen winnen, dan zijn jullie het daarmee eens. Ja, zeker wel. Dankjewel voor het interview en heel veel succes 29 maart.